Stel je voor dat je in een sociaal-economisch achtergestelde positie leeft. Dan heb je in een land als Nederland veel meer kans op gezondheidsproblemen. Onder andere door moeilijker je weg kunnen vinden in de gezondheidszorg. Een omgeving waarin gezond leven niet gestimuleerd wordt. Slechtere arbeidsomstandigheden. En dat draagt allemaal bij aan die gezondheidsproblemen. Wat we gedaan hebben in ons onderzoek is nagaan, wat maakt die verschillen nou eigenlijk onrechtvaardig? En dat is nog filosofisch nog best wel moeilijk uit te leggen, waarom die verschillen nou precies onrechtvaardig zijn. Op basis van ons onderzoek is ons advies aan beleidsmakers om te focussen op de meest in het oog springende onrechtvaardige gezondheidsverschillen. Denk daarbij dus aan verminderde toegang tot goede gezondheidszorg, slechtere woonomstandigheden, maar ook de gevolgen van die verschillen. Dus kijk ook, heb ook aandacht voor verschillen in het genieten van pensioenjaren bijvoorbeeld. Mijn droom voor de toekomst is dat er in volksgezondheidsbeleid meer aandacht komt voor sociale rechtvaardigheid. En dat dit gebeurt door vooral meer aandacht te hebben voor die omstandigheden die die gezondheidsverschillen tot stand brengen.